around for maybe 4 hours. No Russian. Papa Alpha backtrack runway 04 at own discretion. Papa Alpha. Wat moet dit dan? Voor opleiding. Nou, opleiding kan. Uit te rekenen. Ja, ik kan nog een uur vliegen. Ja, 2 keer 5 is. Alleen mijn winstwijzer niet. Nee.
Maar beter zijn dat we blijven. Dat weet ik niet. Maar hij gaf ons al een parking op. Ja, maar goed. Sedanta, Bulldog information. Are you gonna stay here tonight or do you pretend to depart this evening? No, we're staying overnight and we depart tomorrow. Yeah, that. If we call now, the fuel service is gonna long for 1 hour and a half. So maybe it's better to review tomorrow if you don't have any problem. The service is no longer available for today. Roger, yeah, that's what I was thinking. Can we put it for the camera? Yes, I think so. You have to do that in 1 moment. Making it or something. Okay, we'll have to move to the camera. Then would you like to review tomorrow? 9 o'clock, that's fine. That's local time, I understand. No problem there at 9 o'clock tomorrow morning. Thank you very much. You're welcome. Papa, the Delta information service terminated. Hello. You're close to... Papa, sir, Alpha, Roger. Are you close to Parkland? Of course. Thank you, Papa, sir, Alpha. Oh, good. Ja, ik heb vraag gezegd, man. Oké, mag ik nog even de hops? Eén moment. 734.7. Ja. En op daar. 3734.7. En die andere is 2970. .7. Thank you. En okay. Onbloks op 1850. Dat is correct. Heel leuk, jongens. Ja. Nou, ik vond het ook eventjes knijpen worden, hoor. Is het dus niet? Nee, maar dat is een gevoel, Dirk. Ja. Het gevoel knijpt. Het gevoel knijpt. Kan ik naar achterkamer, Dirk? Ja, ik kan het. Hetzelfde dat je met je auto op een gegeven moment gaat rond. Ja, maar ja, dan sta ik op de grond. Dat is toch nog niet even anders. Ja, nee, maar dan denk je dat je binnen een half uur of een uur moet tanken. Ja. En ik wist al, ik zag al natuurlijk bij Biarritz of bij San Sebastian, ik moet hoog. Maar je had gemeld 7, we bleven gelukkig op 5 hangen. Ja. Nee, ik had gemeld 6. Ik had 7 gezegd. Ja, je had 7 gezegd op de toren, dus... Kaarten en zo neem jij mee, jongeman. Ik zet hem op de rem. Ik zou vlak bij Thijs lipsen, heb ik het ook expres gedaan. Ik zet hem nu op de handrem. Sleutel in mijn handen. We gaan toch even rustig uitpakken, hè? Ja, ja, ja. We nemen een zakje niet alles mee. Moet iets terug? Moet hij terug? Moet hij van de handrem af? Ja, dit kan. Moet hij van de handrem af? Nou, wacht maar even. Nee, zo is het goed. Oké, zet ik hem weer op de handrem. Ja. Kijk, ik laat mijn headset en zo allemaal in die kist achter, hoor. En de Garmin niet, die moet dan even opgeladen worden. Dat is goed geboden. Ja. Goed trek. Ja, de San Sebastian die ik eventjes te enthousiast is de zeven. En de landing was net gestart. Ja, keurig. De landing snelheid was goed, dus het was iets rustiger, maar het was een rustige landing. Een beetje ook in de Sinterland. Zag hij uit?
Want die kan, hè? Maar de... Ja. Ja, en dan is nee, nog niet. Dat je een tint hebt,